Je had een Solo Superia gevraagd, inderdaad. Die is hier helaas niet in de collectie. Dit is het dichtste waar we bijgekomen zijn. Maar ik kan je wel zeggen, dit is gedragen door de enige echte Rick van Steenbergen. Ja, het is beter dan Solo Superia bijna, met dat reflecterend kantje. Dat ja, een beetje glanzend. Ja. En als je weet dat de grote Rick 1 hierin gereden heeft, mensen die wij allemaal bij wijze van spreken, ja, we hebben hem... Die ik weet niet. Echt bloeiende tweede carrière heeft gevonden en van alles nog heeft gedaan, denk ik. Ja, Rick heeft toch denk ik inderdaad alles gedaan in zijn leven. De koning van Arendonk en omstreken. Schitterend. Maar misschien heb je die op een of andere jeugdkoers nog wel tegengekomen. Had hij ook geen jeugdwedstrijd, grote prijs? Ja, Van Steenbergen was sowieso een profwedstrijd, maar was daar ook geen jeugdwedstrijd aan gekoppeld? Juniorenwedstrijd? Geen idee. Dat weet ik niet. Nee. Dat heb ik toch nooit gereden. Waarom heb je een Solo Superia gevraagd? Is nu Terreau geworden, maar... Ja, dat is ook minimalisme ten top. Hè. Plus, ja, ik ben toch streekgenoot van Rick van Looy. Veel komt hem niet tegen. Je moet echt op zoek gaan naar Rick. Hij leeft een teruggetrokken bestaan. Maar ja, het is toch ook iemand die in de vaderlandse wielergeschiedenis rap al eens over het hoofd wordt gezien, maar die toch een enorm palmares heeft. En ja, misschien alleen maar over het hoofd wordt gezien, doordat we dan iemand hebben als Eddy Merckx die... Zo alom tegenwoordig is. Hè. Dus, ja, maar inderdaad, daarna heb je hem, heb je Van Steenbergen, de Vlaming en Maartens op een andere manier misschien. Mm-hmm. Maar dan, ja, en Bonen natuurlijk. Ik weet niet of Johan Museeuw het helemaal, ja, natuurlijk, ja, drie keer Roubaix, Vlaanderen. Dat ja, dat is voor mij zeggen. Toch niet in dezelfde categorie. Van, ja, zonder hem daarvoor met de. Ja, nee, ja. Van Looy is legendarisch voor jou. Toch wel, ja. Ja, dat is toch het strijkhart dat dan ook voor een stuk spreekt. Ja, dus dan misschien hebben we dan iemand van Gistel vragen, al is het nu niet meer Gistel zeker, nee. dat we dan toch Johan erbij krijgen. Maar ja, en dat interview na dat verloren WK en zo, die polemiek altijd. Ik vind het wel iets. Ah, beheid. Ja, tuurlijk. Ja, in Ronsen. Heb je er in zekere zin wel een persoonlijke band mee gehad? Ik kan me voorstellen dat iemand is die je dan vroeger misschien wel eens zag. Nee, ik heb er geen persoonlijke band mee gehad. Alleen, ja, Rick heeft wel de Vlaamse wielerschool opgestart, denk ik. En het is daar dat ik, voordat ik koerste, de eerste kennismaking met de fiets heb gedaan. En het is eigenlijk zo dat ik in de sport ben terechtgekomen. Dus wat dat betreft heeft hij daar ook wel ergens verdienst aan. Een steentje bijgedragen. Absoluut, ja. Heb je hem daar dan gezien? Of ga je me nu zeggen dat je Van Looy nog nooit gezien hebt in je leven? Nee. In de echte begindagen, toen ik daar echt de eerste keren naartoe kwam, ik denk zo rond 12, 13 jaar, dan passeerde ik daar wel eens, ik weet nog, met een dikke Opel Patrol of zoiets. Allee, een auto, een lelijke auto. Ja, maar wel, maar wel een dikke. Die zo, nee, dat ook niet. Ik wil niet zeggen dat dat een patserbak was, maar... Allee. Je zag hem wel. Nee, daarom ook maar niet. Maar wil je niet zeggen? Dat een grote auto was. Een lomp voertuig voor een herentals rond mee te rijden. Maar waar ik ook mee offroad in door de bossen kon rijden. Maar ik heb dan na de overwinning in de Tour in die winter met Hans van de Wegen hebben we samen een dubbel interview gedaan. Maar ik denk dat Hans toen voor de Standaard werkte. Oké. Okay. Bakelands van Looy. Ja. En dan zijn daar wel wat foto's van getrokken door Jimmy Ketz. Zou kunnen. Jimmy is Jimmy Ketz, hè. Ah ja, Nicky van Ketz is... Ja, dat is het is door Jimmy Ketz. En ja... Dat is me ook bijgebleven, omdat mijn vader dan ook wel echt fan was van het werk van Jimmy Ketz. Je zet mij voortdurend op het verkeerde been. Maar ook wel fan was van Rick van Looy natuurlijk. Ja, we weten allemaal dat jij uit een doktersfamilie komt. Was daar überhaupt liefde voor de fiets, voor de koers? Ja, dat wel. Van op afstand? Nee, mijn familie hebben ze altijd graag naar koers gekeken en was dat wel de geprefereerde sport om op zondag namiddag naar te kijken. Naar voetbal is dat eigenlijk nooit echt gebeurd. En dan, ja... En jouw vader... Dat leefde wel, hè. Jouw vader, hoe oud is die nu? Nu? Hij wordt binnenkort 65. Oké, dus dan is hij eigenlijk net te jong om die carrière van Looy echt bewust te hebben meegemaakt? Ik denk dat wel, hè. Ja. Dat liep toch af eind jaren 60. Liep dat dus, een beetje af, hè? Van 56 is ons. Ja, ja. Okay. Dus net wel nog wel van die naam gehoord. Ja. Als er gesproken werd over de koers, was het dan vooral over Merckx? Of over anderen? Of alleen maar over Jan Bakelands?
ja, op het moment dat er van Jan Baakmans begint te spreken, gaan we niet meer over Van Looy en Merckx spreken thuis, ja. Denk ik. Allee, zo in geschiedenis geworteld. Ay, in koersgeschiedenis geworteld zijn wij thuis dan ook weer niet. Nee. Ik denk, ja, in het begin was dat ook wel natuurlijk. Dat was een sport die gevolgd werd. Anderzijds, om dat dan zelf de zoon te hebben die dat gaat doen, denk ik dat in het begin ook wel een stap was. Het is toch ook een heel andere wereld waarin dat je terechtkomt. Ja, dat denk ik wel. Dan kwamen ze vaak mee? Ja, als Spa ging, hij deed mij wel vaak weg. In het begin was dat ook mijn grootvader die dat al veel deed. Dat was altijd een beetje schipperen, hè. Ja, een koers in de zoon hebben of dochter. Dat is ook veel rijden. Ja. Naar de koersen en wachten. Ja. En nou, in jouw geval, jij zult de koersen wel uitgereden hebben. Het is geen 800 meter gaan lopen ergens. Ja. Dat op 3 minuten klaar is. Allee, het is, ja, zelfs een jeugdkoers, dat schrapt naar de 2 uur dat dan neigt. En ja, je moet naar daar rijden. En, ja. Like dat we daar juist vanochtend nog hebben kunnen zien. Het Belgische wegennet, je komt toch altijd wel weer voor verrassingen te staan. Onaangenaam vooral. Ja. Hebben jouw zussen je ooit voor gek verklaard? Nee. Die de totale andere richting ook zijn uitgegaan dan jij? Nee. Absoluut niet. Ze begrepen wel dat Jan de liefde voor de fiets had ontdekt. Ja, iedereen begreep dat wel. Daar is nooit commentaar op gekomen. Initieel werd dat wel wat... Die ambitie om prof te worden wel wat gedownplayed kunnen stellen. Doordat er toch altijd, vooral als ma, aan het prediken was dat er ook gestudeerd moest worden. En ja, wat jij gedaan hebt, hè? Absoluut, ja. Bio-ingenieur. Mm-hmm. Maar ja... Zeker toen ik als junior een zwaar accident had op training. Heb jij voor jezelf dan ook wel gezegd van die studies, dat mag je toch niet uit het oog verliezen, want het kan zo gedaan zijn? Tja, dat wordt u dan ingepeperd, hè, maar ja. Die droom blijft wel. Ja, toch wel. Ja, en die overheerst dan ook. Even terug naar Van Looy. En dan vooral over het leven, wat je daarnet gezegd hebt. Ja, je moet al heel hard je best gaan doen om hem te vinden tegenwoordig. Ik vind het in zekere zin ook wel zeer boeiend en intrigerend hoe je als toch zijnde echt grote vedette, want hij zou tot het einde der dagen een grote vedette kunnen zijn. Op zich is hij het ook wel. Maar om dan helemaal terug naar basics te gaan en bijna compleet uit de spotlights te kunnen verdwijnen, is er ook weinig in gegeven. Hè? Ja. Ik heb er ook niet echt direct een verklaring voor. Het andere uiterste kunnen dan misschien die Merckx noemen, die dan inderdaad wel bondscoaching worden nog. Je zou denken dat die toch genoeg verdiend had. Ja. En dan toch wel heel actief, zelfs nu nog, geworteld blijft in dat wielermilieu en nog regelmatig ook wel zijn mening geeft. En ja, bij Rick is dat nooit echt gekomen. Ja. Waaraan ligt dat? Misschien... Sowieso zal hij wel een introverte persoonlijkheid zijn. En, ja, ik ken er weinig en ik probeer ook even aan... Allee, als je echt over dat soort kampioenen spreekt, hè. Wijno is ook iemand die je nog heel vaak ziet. Ja, ik zou bijna zeggen Miguel Indurain. Ja, inderdaad. Daar hoort ook niks niet meer echt van. En die zoekt dat ook absoluut niet op. Ja. Kan je dat appreciëren? Of maakt het jou weinig uit? Dat maakt me weinig uit, ja. Als er zijn die stoppen en in de sport actief willen blijven... Staat dat die mensen vrij, vind ik, net zo goed als sommigen een hele andere weg inslaan en op die manier succesvol worden. Hè? Ja. Of niks gaan doen en rentenieren een hele dag en terug. Ja. Hoe ver is het van jou tot Berg van Looy? 5 kilometer. Zou je misschien toch van de winter eens niet gaan fietsen met hem? Ik weet niet of het nog veel fietst. Ik ga dan iedere tijd nog een glas wijn drinken met Rick van Looy. Dat kan ook natuurlijk. Misschien Wout meenemen. Dat zal hem zeker appreciëren, denk ik. Ja. Jan, super bedankt. Je mag hem helaas niet meenemen. Ik weet dat je het graag zou willen doen. Ik zou het wel doen. Het is mijn maat ook, denk ik. Nu nog wel. Maar, fijn, je bent waarschijnlijk ook niet van plan om helemaal de teugels los te laten. Ben je dat soort type? Als je zou stoppen met koersen? Goh, het is gevaarlijk om nu te zeggen dat ik dat... Ik besef wel dat als je stopt, dat je nu in die zin leidt geprivilegeerd bestaan als coureur en als topsporter tout court, omdat je betaald wordt om in de eerste plaats je lichaam ook optimaal te verzorgen. Ja. En ja, anders soms moeten daar wel dingen voor later die dat je wel liever eens zou doen, maar als je dat op lange termijn beschouwt, dan moet je toch ook zeggen, ik ben content dat ik die dingen heb gelaten en ja...
Maar je ziet hem ook geen losbandig type uit. Ik bedoel daarmee, je zal wel genieten van de kwaliteitsvolle dingen, maar niet om te zeggen dat het zoveel mogelijk moet zijn, dat dan ook weer. Ja, niet. Ik denk dat wat dat betreft... Allee, ik vind dat je af en toe de teugels moet kunnen vieren, maar iets zegt mij dan altijd snel van binnen van dit kan ook niet elke dag opnieuw. Of, allee, ja, dat is mij waarschijnlijk van thuis uit meegegeven. Ja. Dat je eerst moet afzien voordat je iets verdient, zeker. En ja, dat niet elke dag feest kan zijn. Ja, maar de wine tasting, dat ga je blijven doen. Dat gaan we blijven doen, ja. Wat dat betreft. Daar wil je graag verder in specialiseren. Dat is veel gezegd. Ik denk dat we moeten vermijden dat iets wat dat nu ook wel ook een passie is, een beroep wordt. Ja, en daardoor, mag een passie blijven. Ja, inderdaad. Want dan blijft het door gebiologeerd. Terwijl als het een beroep wordt, dan zie je ook de kleine kantjes en hoe dat het allemaal ineen zit. En... Dus wijnhandel Jan Bakelans, dat gaat het niet worden? Dat zou kunnen, dat ik wel doe. Dat vind ik wel interessant. Maar dan wordt het een job, toch? Ja, of bedoel je de job van sommelier? Ja, dat bedoel ik. Okay, dat zou ik niet. Ja, die ga je niet doen. Nee. Of. Allee, dat is met koersen ook zo. Hè. Je ziet dat van de zijlijn en je zegt, amai, dat is super interessant. En dat, maar dat maakt natuurlijk dat ik nu op een andere manier kijk naar een koers dan de gewoon... Of dat maakt... Allee, mensen die nu voor een passie een kolop rijden aan like al die evenementen die worden gedaan en die daar bij wijze van spreken een halve dag over doen om de Mont Ventoux op te rijden, ja, die vinden daar plezier in. En ik kan dat goed aannemen, maar bij mij is dat wel door het zoveel jaren professioneel te doen weggenomen. Ja. Ik kan niet innemen dat als ik over 5 jaar gestopt ben. En met plezier nog eens Alpe d'Huez gaan rijden. En volledig uit vorm en dat je mij zegt van oké, wil je dat doen? Dat ik daar, of als ik op het moment zelf mee bezig ben, enige vorm van... Dat zou frustratie kunnen opleveren. Omdat je dan begint te vergelijken met vroeger en zo. Ja. En dit en dat. Goed, ja, maar ja, anderzijds ga je wel iets van sport moeten gaan zoeken waarbij je zelf geen vergelijkingspunten oplegt om gewoon gezond te blijven natuurlijk. Ja, het is dat. Misschien nog één kleine suggestie. Waarom niet een eigen vignoble? Jan Bakelans, Jean Bakelan. Ja, ze praten veel over die opwarming van de aarde. En mijn neef heeft er van een paar hectare ondertussen in Bree. Ja, Bree begot. Bree, ja, maar om maar iets te zeggen, dat kan. Hè. Ja, maar mijn wijnvrienden, we hebben een appgroep. De Kemper is geen goede grond. Zijn toch nog altijd zeer kritisch over Belgische wijnen. Ja, okay. Al vind ik zelf dat er wel duidelijk een verbetering in kwaliteit is. Maar ja, inderdaad, zeggen ze dan. Maar we zitten nog altijd niet op niveau van wat ze zuidelijker kunnen. Dat is waar. Maar anderzijds, net door het exclusievere karakter, slag je er misschien wel in om er een handeltje van te maken. Nee, dat is niet waar. Want je moet dan zoveel geld vragen voor iets wat eigenlijk kwalitatief onder iets goedkoper van het zuiden staat. En daar ga je heel de discours over. Ja. Dus je kunt het beter... Ja. Hij gaat er dus voorlopig nog niet komen. Tenzij dat je daar ergens in Italië iets op de kop kan tikken. Mozart gaat er ooit mee stoppen. Hè? Ja. Maar ja, dat zijn wel heel veel hectare. Dat is niet de druif die mijn passie is. Ik hou vooral van Nebbiolo. En ja, dat groeit ook niet overal in Italië. En al helemaal niet bij Mozart. Die toch meer in de Spumante zit, denk ik. Ja, Spumante heeft ook wel rood en wit gewoon, ja. Maar ik denk wel dat het interessant zou zijn om in de toekomst iets te doen waarin dat fietsen, recreatief fietsen, voor sommige mensen gekruist wordt met wijnontdekking op zeer hoog niveau. Voilà. Dus het parcours is al een klein beetje uitgestippeld, maar eerst nog koersen en liefst nog eens een koers winnen. Dat zou ik graag nog eens zien winnen. Ik zou graag nog eens de handen in de lucht zien steken. Ik zou dat ook heel erg gunnen. Jan, dankjewel. Graag gedaan. Succes in Drenthe. Blijf recht. Yeah.